Ter voorbereiding op de anesthesie krijgt u een afspraak met de anesthesioloog of gespecialiseerd verpleegkundige. Deze afspraak is op de polykliniek zelf, telefonisch of soms volledig digitaal. Dit hangt af van uw voorkeuren, de ingreep waarvoor u komt en de ziektes die u heeft doorgemaakt. We kijken of u gezond genoeg bent om veilig onder anesthesie te gaan en u moet toestemming geven voor de anesthesie. We vragen u daarom tevoren een vragenlijst in te vullen. Dit kan thuis via het portaal. Deze gezondheidsvragenlijst nemen we met u door. Bij de polykliniekafspraak doen we een lichamelijk onderzoek van hart en longen. Bij een bel- of digitale afspraak is dit niet mogelijk. Als we toch denken dat onderzoek nodig is, dan krijgt u alsnog een polykliniekafspraak. Een deel van de mensen moet een hartfilmpje maken en bloedonderzoek krijgen. Als u bekend bent bij een cardioloog of longarts, vragen we vaak gegevens op. Als we afwijkingen zien in uw hart of longen, is het soms nodig dat u naar een longarts of cardioloog gaat voor u veilig geopereerd kan worden. Vervolgens worden met u de risico's voor de anesthesie besproken en welk type anesthesie het beste bij u past. Dit is gebaseerd op uw voorkeuren, wat mogelijk is bij dit type ingreep die u ondergaat, maar ook wat mogelijk is bij de ziektes die u heeft of heeft doorgemaakt. Soms vinden we een bepaalde vorm van anesthesie veiliger. Dit wordt met u besproken.